Rembrandtplein liep en daar een boekje in de winkel zag. Geschreven door Nesquio. Nesquio, die ik niet kende. Ik nam het boekje mee naar huis en ging het liggen lezen op mijn bed. Het eerste verhaaltje heette De Uitvreter. En hoe het kwam, ik weet het niet. Maar opeens leek het alsof alle woorden die ik altijd gedacht had, alsof die daar geschreven stonden in dat kleine verhaaltje over Japie de Uitvreter. Ik heb het ademloos uitgelezen. Ik dacht, voor het eerst vind ik iemand die precies opschrijft wat ik vind. Nesquio beschreef de natuur. Hij beschreef hoe je kunt wandelen door de natuur, hoe je daarvan kunt genieten. Een boompje, een knotwillig, een bruggetje, een paar lammetjes. Van zo'n onbeschrijfelijke eenvoud en zo'n grote schoonheid die ik nooit had aangetroffen bij niemand anders. Het was alsof ik mijn eigen stem hoorde in dat boekje. Iedere dag kwam hij hier, bijna iedere dag in de 50e jaren. En dan fietste hij aan de overkant steeds weer diezelfde route van Apkou naar de Vink, zo heette het daar toen, en weer terug. En iedere keer weer opnieuw. En hij kwam thuis en hij schreef het op. Hij schreef over de verlatene molen aan het Gein. En weer een tientallen jaren later las ik dat. En ik ging op zoek naar het Gein en naar die molen. En nu woon ik in die molen. Aan dit schitterende water. In die prachtige molen. Tussen de bloemen, de vissen en de vogels. Ik heb daar zelfs een loflied op het Gein over gemaakt. Aan dit bekoorlijk stille water. Dicht bij de drukke stad gelegen. Waar dicht aan een geregende witte waterlelies bloeien en tijd verzinkt, waar ik mij weet omringd door stille vissen, zachte vogels en tedere bloemen en eindeloos de rijkdom der seizoenen. Daar, alleen daar, kan ik zijn, mijn dierbaar, schitterende Gein. Een tijdje geleden voer ik met mijn bootje hier naar de overkant en ging liggen tussen het stille riet. Ik keek naar de overkant, naar de molen. En ik zag dat één wiek kaarsrecht omhoog stond, alsof hij mij in de verte wilde wenken. En ik zag dat de twee wieken die hij breed hield, dat het leek alsof ze mij wilden omarmen. En ik zag één wiek die wees omlaag naar de grond, alsof hij wilde zeggen, hier woon je en hier zul je sterven. In de vorige aflevering van Het leven van Giet Jaspers vertelde Giet over zijn belevenissen in het Nederlandse leger. Voor Giet was het leger de uitgelezen kans om zich los te maken van zijn overheersende vader. Zo mislukt als zijn schoolcarrière was geweest, zo'n succes was zijn militaire diensttijd. Voor het eerst had hij het gevoel dat de omgang met andere mensen een feest kon zijn. Hij genoot zichtbaar als het hem weer lukte om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Zijn extreme naïviteit ontpopte zich als instrument om grote populariteit te verwerven. De eens zo schuchtere jongen uit Limburg was na zijn diensttijd klaar om de wereld te veroveren. Dit is de Generaal Vetterstraat in Amsterdam. Het is 1961 en ik ben terechtgekomen in dat gebouw van de NV Stookindustrie. Ik was opeens handelaar geworden in oliebranders. Al wist ik niet precies hoe die dingen werkten. Je kon dat toch wel verkopen, zei ze. En net boven mijn hoofd, dat raam, daar stond ik vaak te kijken. Ik keek naar buiten en ik dacht, dit is het toch niet helemaal, die handel in oliebranders. Ik was in die tijd existentialist. Dat wil zeggen dat ik alleen maar Sartre las. Georges Brassens, Il n'y a pas d'amour heureux, draaide. En Jaap Fischer met Ik zoek de rust van een kist
van een lange houten kist. Dat plaatje draaide ik iedere dag. Ik was nog steeds 2,03 meter, maar ik had nu sandalen aan met geitenwollen sokken en een hele donkere zonnebril op. En in dat tenue meldde ik mij iedere dag hier weer achter me in de Generaal Vetterstraat. Op een warme zomeravond stond ik voor dat raam van mijn kantoor. Compleet weer met geitenwollen sokken en met die donkere zonnebril. En ik dacht, Giet, dat gaat zo niet goed. Maar wat moet je dan? En op de een of andere manier had ik het gevoel dat er iets moest gaan gebeuren. Want zo kon het toch niet echt verder. En ik ging naar beneden. Ik ging de deur uit. En ik liep hier de straat uit, de Generaal Vetterstraat uit. Ik liep over de brug en ik kwam in de Zeilstraat terecht. En daar zag ik een jongen lopen die ik al een tijd niet gezien had. Dat was de broer van iemand die ik kende. En die hoorde niet in Amsterdam. Die woonde eigenlijk in 's-Hertogenbosch. En die jongen heette Maarten. En ik zeg, Maarten, hoe kom jij in Amsterdam? En hij zegt tegen mij, en ik hoor hem dat nog steeds zeggen, ik ga naar de filmacademie. De filmacademie. Ja, hier in Amsterdam is een filmacademie. En toen was er iets heel raars in mijn hoofd. Ik hoorde mij dat nog steeds zeggen. Ik zei, dan ga ik ook naar de filmacademie. En dat terwijl ik nooit naar de film ging. Het enige wat ik gezien had in mijn leven was een film die Ben-Hur heette. En ik had vroeger wel eens Rintintin, de wolfshond, gezien. En films van Charlie Chaplin. Maar ik ging nooit naar de film. Laat staan dat ik in filmmaken geïnteresseerd was. En toch, op die avond, toen die jongen tegen mij zei, ik ga naar de filmacademie, toen schoot er iets door me heen. En die zei, dat moet je ook doen. Je moet naar de filmacademie. En de volgende ochtend heb ik hier op kantoor, heb ik al meteen gebeld naar de filmacademie. Stuur me die papieren, ik kom eraan. En ze hebben mij de papieren gestuurd. En binnen 3 weken, ik was nog net op tijd om me aan te melden, kwam ik bij die filmacademie om toelatingsexamen te doen. Ik woonde in die tijd in de Valeriusstraat, 166, helemaal hoog in een zolderkamertje. En mijn hospita, die had haar man, die had een duivenhokje voor me getimmerd. Want er was een kleine witte duif die steeds om mijn raam heen vloog. En dat hingen we aan een spijker bij het raam, buiten aan de buitenkant van het raam. En daar legde ik wat voer op dat plankje. En ik wachtte tot de duif kwam. Maar de duif kwam niet. En de post van de filmacademie kwam ook niet. En hier, bij de NW Stookindustrie, lukte het ook al niet. En ik zat daar en ik werkte hier en ik liep heen en weer tussen dat huis en dit kantoor. En ik dacht, wanneer komt er nou eens uitslag van die filmacademie? En er was 1 ding wat in ieder geval niet gebeurde. Dat was dat duifje weigerde in dat hokje te gaan. Die zat niet eens op dat plankje. En hij vloog maar heen en weer. Hij zat bij mij op de rand, in de goot, op het dak, maar niet op het plankje. En op een avond liep ik naar huis en toen dacht ik ga een teken krijgen. Als die witte duif op het plankje geland is, als die daar zit in de komende dagen, dan weet ik zeker dat ik geslaagd ben voor de filmacademie. En op een warme zomeravond, het was ongeveer dezelfde tijd als het nu is van dit jaar, kom ik hier om deze bocht. En kijk, net zoals zo'n wit duifje, dat is ook toevallig, daar zit een wit duifje bij die lantaarnpaal. Precies nu, die zie je bijna nooit. Kijk, daar zit hij. En zo'n duifje was het, precies. En dat duifje zat een stukje verderop, daar bovenaan. Waar je dat wiel ziet hangen van die verhuizing. En 2 haken verder, daar hing dat kleine duivenhokje. En daar zat zo'n wit duifje op. En toen ik dat zag, die zat daar op dat plankje. Toen wist ik ben geslaagd voor de filmacademie. En ik liep dit stuk, Valeriusstraat, in. En ik liep naar nummer 166. En ik wist het al. Ik was zo ontzettend blij. Ik wist het, ik ben geslaagd. Het kan niet missen. Het duifje zit daar op die plank. Het teken is gegeven. En ik liep hier naartoe. Kijk, 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 kijk. Het is echt een teken weer, hoor. Zie je hem?
En hier was het. Kijk, het is geen toeval. Je ziet het witte duifje daar nog zitten. En de mensen hebben zelfs hun sleutels nog in hun slot laten steken. Alsof ik ieder moment weer naar boven mag om in dat kamertje te gaan wonen. Dat kan geen toeval zijn. Deze deur deed ik open. Ik doe het nu nog één keer. Ik weet niet wie die sleutels heeft erin gestoken, maar dat is niet geënsceneerd. En die gaat niet open. Maar ik deed de deur open en ik keek op de mat. En daar lag die dikke enveloppe van de Nederlandse Filmacademie. En ik wist het al. Ik ben geslaagd. En toen wist ik het zeker. En ik was zo ontzaggelijk blij. En boven me, op dat plankje, zat die duif. En die koerde geweldig hard. En ik wilde iemand omhelzen. Maar net als nu, er was niemand. En ik liep naar dat boompje toe. En ik dacht, ik moet mijn blijdschap kwijt. En ik liep naar dat boompje toe en ik deed iets wat niemand deed. Ik beet in die boom. Zo. En hier stond ik te bijten. Met mijn geitenwolle sokken aan. Met die rare zonnebril op. En Jean-Paul Sartre, die zal gedacht hebben, wat een vreemde existentialist is dat. Vanaf dat moment liep het allemaal gesmeerd. Ik ging naar de Filmacademie, ik ontmoette daar Pim de la Parra, met wie ik het vanaf het eerste moment heel goed kon vinden. En we richtten het blad Scope op. Scope was tegen de gevestigde filmorders. En probeerde alle heilige huisjes omver te gooien die er waren, zowel nationaal als internationaal. Het was de tijd dat er rumoer kwam in Amsterdam. En wij deden daar op onze manier aan mee met het blad Scope. In die tijd leerde ik ook Ruud van Hemert kennen. De latere regisseur van bijvoorbeeld de speelfilm Schatjes. Met Ruud kon ik het ook meteen goed vinden. Maar Ruud ging na de Filmacademie werken bij de televisie. En dat was een groot bezwaar, want de televisie, dat kon niet in onze ogen. Mensen die naar de televisie keken of mensen die bij de televisie werkten, dat waren, ja, wij noemden dat televisiehoeren. We hadden de diepste minachting voor televisie. Ik herinner me alleen nog één keer dat ik bij Pim de la Parra thuis kwam en toen zat hij stiekem naar de televisie te kijken. Ik heb hem daar ook jaren heb ik hem dat ook nagedragen, dat hij toch naar de televisie zat te kijken. Terwijl we hadden gezegd, we doen het nooit. In ieder geval, anyway. Ik ging met Ruud van Hemert uiteindelijk toch naar de televisie. Want één ding was waar, de televisie bood werk. En bij de film had je bijna geen werk. En we zijn bij de televisie gestart met een aantal kinderprogramma's die, al zeg ik het zelf, buitengewoon succesvol waren. Ruud van Hemert regisseerde die en we wonnen meteen voor de eerste en beste musical die Harry Gele geschreven had naar het idee van mij, de Edison 1966. En toen kwam de dag dat Ton Hazebos, toenmalig chef jeugdamusement van de VPRO, dat hij mij vroeg om de studioregie te doen van een programma dat heette Hoepla. Hoepla was een programma dat samengesteld werd door Hans Verhagen, Wim van der Linde en Wim T. Schippers. En Wim Schippers en Wim van der Linde die kende ik al van een klein filmpje wat ze gemaakt hadden, Tulips. Een heel kort filmpje, een heel geestig filmpje. Maar geen van die drie jongens had ooit iets met televisie te maken gehad. En mij werd gevraagd om die zaak een beetje te regelen en wat we noemen de studioregie te doen. En op een gegeven ogenblik kwam Schippers met het idee om een dame die Phil Bloom heette, om die te filmen terwijl ze in haar blote naki door de studio liep. Dat ging de eerste keer helemaal fout om allerlei technische redenen. En we besloten om dat nieuw te doen. Met name Schippers drong daar erg op aan. En Schippers is toen naar Den Haag gegaan en heeft Phil Bloom daar opnieuw gefilmd, zittend in een stoel met een krant voor zich, waarin ze een kritiek voorlas op dat programma. En toen ze uitgelezen was, liet ze de krant zakken en ze zat daar half bloot. Dat filmpje duurde 26 seconden. En niemand van ons vieren had verwacht dat dat ooit zo'n gevolg zou hebben. Want de volgende dag stond Nederland op zijn kop. Je kon het niet geloven. Het leek wel alsof de televisieantennes krom gebogen waren van verontwaardiging dat zoiets werd uitgezonden. En het werd een bende. Het veroorzaakte een rumoer, een chaos over de wereld.
In Londen, in New York, in Zuid-Afrika. Overal kwam het op de buis. Die 28 seconden. Die ene vrouw die daar zat en een beetje in de lens keek. Wat mij verbaast achteraf, dat is dat je zoiets nooit zelf kunt bedenken. Dat gaat altijd en passant, dat gaat altijd per ongeluk. Kun je maar dingen bedenken die iedere week zo een steen door een ruit waren in een samenleving. Dan zou het er fraai uitzien bij ons. Maar zoiets gebeurt altijd, ja, toevalligerwijs. Je kunt het van tevoren niet voorzien. En dat is heel belangrijk. Dat heeft mijn leven, het denken in mijn leven, ontzaggelijk veranderd. Het heeft mij geleerd dat je nooit kunt voorzien wat je bereikt. Dat je absoluut geen pijl kunt trekken op wat je aan het doen bent. Het feit dat je ontdekte dat de medium echt de message was. Dat voor het eerst op televisie, na, zo is het toevallig ook nog eens een keer, wat een satirisch programma was wat eerder gelopen had. Dat zoiets een maatschappij zo ontzaggelijk kon veranderen. Sinds die 26 seconden Phil Bloom, is Nederland nooit meer geweest wat het daarvoor was. Die jongen die daar stond bij de NV Stookindustrie, handelaar in oliebranders, die was opeens, mede dankzij Phil Bloom, een brandpunt van Nederland. En dat geeft je, dat is gewoon zo, dat geeft je een enorme kick. En ik heb vanaf dat moment definitief en voor altijd en voor eeuwig, dacht ik toen, voor de televisie gekozen. Het was 1971 en het zou niet lang meer duren voordat heel Nederland kennis zou maken met de legendarische figuren H.C., Servet en Van Oekel. Maar we moesten die eerst nog vinden. En we gingen op zoek naar Fred H.C. Een man die een gemiddeld postuur moest hebben, een man met een bepaalde uitstraling. En we moesten daar een proef mee maken. Nou, normaal gesproken als televisiemaker ga je iemand testen met bepaalde teksten. Bijvoorbeeld, je laat iemand een gedicht van Shakespeare voordragen. Of je laat hem een lied zingen, of je laat hem een dansje doen. Maar dat deden we niet. Schippers die had zich in zijn hoofd gezet dat hij de ultieme test, dat die bestond uit het trappen in hondenpoep. Dus die Fred H.C., de aspirant Fred H.C., die moest trappen in de hondenpoep. Wim van der Linden zou dat filmen en dan keken we wie het mooiste in de hondenpoep kon trappen. Die kreeg die rol. Even stoppen, hè. Want ik ben van dat kleine stukje buiten adem geraakt. Ja. Wacht even. Dan moet je dadelijk maar iets oppikken. Ja, dat kan. Dat vind ik jammer, anders kan ik dat verhaal niet vertellen als ik zo moet hijgen. Ja, we gaan het proberen. Ja? Ik was in die tijd in goede doen geraakt. Ik woonde in een peperdure flat aan de Goudkust in Amsterdam, de Parnassusweg. En Wim Schippers die is toen bij mij gekomen. We zouden de screentest bij mij voor de deur gaan maken. En die had bedacht dat hij die hondendrollen, dat hij die maakte van peperkoek. En koekjes en speculaas. En ik zie hem nog in de keuken bij ons, die hele dure keuken staan met die handen vaardig die hondendrollen boetseren. We hadden een groot mooi koffieblad en daar lagen die drollen, 1, 2, 3, ik meen een stuk of 9 van die drollen konden er op zo'n blad. En toen kwam dan het moment dat de drollen klaar waren. Beneden stond Van der Linden klaar met de camera. Daar stonden ook de kandidaten voor de show, om de test te doen. En toen gebeurde er iets heel merkwaardigs. Ook iets wat je nooit kunt voorzien. Wat je niet kan bedenken, wat een effect is, wat onuitsprekelijk is. Er komt om de hoek van die peperdure flat, komt een peperdure dame met een peperduur hondje om de hoek, aan een lijntje. En dat hondje, dat ziet die hondendrollen, maar ruikt natuurlijk die koekjes en die speculaas. En die rent als een idioot op die hondje, op die drollen af en begint die ontzettend op te slurpen en te slokken. En die dame, die steenrijke dame, die stond stokstijf, versteend op dat trottoir te kijken naar haar lievelingshondje, hoe die poep zo geweldig zat en smakelijk zat op te eten. En wij
We werden gek van het lachen. We zijn daar helemaal omgevallen van het lachen. En weer zag je dat je sommige dingen gewoon niet kunt bedenken. We hadden dat helemaal niet voorzien, dat zoiets zou gebeuren. Heel naderhand hebben we die scène ook nog gebruikt in een show. De 70e jaren zaten voor mij bomvol met televisiebeelden. Overdag, 's avonds, 's nachts. Ik kon er niet van slapen, ik kon er niet van praten, ik kon er niet van eten. Ik was totaal televisiegek geworden. In die tijd werd ik ook nog betrokken bij de Berend Boudewijn-quiz. Ik was adviseur, coach, ideeënman voor Berend Boudewijn. En Berend Boudewijn die maakte een quiz die wat ze in Duits noemen een Straßenkehrer. Een programma waarvan ze hier zeggen, toen waren de straten leeg. Maar in Duits noemen ze dat een Straßenkehrer. Ik was zo ontzaggelijk gebiologeerd door die televisie. Ik kon het niet verdragen dat er mensen waren die een huis hadden waar geen televisieantenne op stond. Ik had de neiging om aan te bellen en zeggen, jullie moeten onmiddellijk een televisie kopen. Dat ging zo door, jaar in, jaar uit. En 1977, 78, toen maakten we Waldolala en tegelijkertijd de Sonja Barend shows. En tegelijkertijd een grote show met Berend, Welkom Thuis. En ik voelde dat het fout ging lopen. Ik raakte hoe langer hoe verwarder. Ik woonde hier in de studio's min of meer. Ik liep van de ene ruimte naar de andere. Er was altijd wel een programma waar ik iets mee te maken had. En ik voelde, langzaam maar zeker, voelde ik het fout gaan. En toen kwamen de lange avonden dat ik mezelf zag zitten voor de beeldbuis, half dronken en vaak half huilend. Ik wilde dit niet meer, ik kon het niet meer, ik moest ermee stoppen. Maar hoe? En op een avond, toen ik weer eens niet kon slapen, toen stond ik daar. Dat herinner ik me nog heel goed. Ik stond daar voor het raam en ik keek in de inktzwarte nacht. En ik dacht, Giet, je moet nu echt iets aan je leven gaan doen, want dit gaat niet goed. En toen dacht ik, er is maar één manier. Breken met alles. En op 1 april 1978 besloot ik om nooit meer televisie te maken. De volgende.